Wil je niet tegen die paal rijden, jullie? Want... houden we deze paal heel en dan... het regent, jongens! Het is iets wat ik niet leuk vind, dus het regen. Hopelijk voel je je goed, hopelijk heb je positieve mindset. En hopelijk ga je voor je dromen vandaag. Ik ben weer op pad, zoals gewoonlijk. Meestal ga ik altijd op pad als ik aan het filmen ben. Kijk eens wie bij me is. Het is Kevin. Yeah! Kevin en ik doen dit, man. Kevin en ik gaan altijd samen op pad. Hi! Hey, goedemiddag. Hey, hi! Hey, maat. Hoe is je, jong? Ja, goed met jou. Is goed, man. Bos? Zo, ja, zo doen we dat. En ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Ook zin in, ja. Jij? Ja hoor, zeker. Welkom bij de vlog. Ja. De tweede vlog, jongens. De eerste is aan het uploaden. De eerste is aan het uploaden. Die van z'n het door in. Die komt vandaag online. Nogmaals, jongens, jullie hebben hem al gezien. Dit is voor jullie een heel rare wereld, omdat je steeds vlogs aan het maken bent. Maar Kevin en ik gaan ergens heen. We gaan het niet zeggen waar hij bij is. Even schreeuwen. Oh mijn god, het voelt goed. Zijn we terug met de vlog. Yo, ik heb gisteren mijn allereerste salto geland, hè. Wat? Allereerste salto geland. Ja? Mag ik even jullie aandacht? Alweer Maas heeft zijn allereerste backflip en, nee, frontflip geland. Ik moest het even tegen Kevin zeggen, jongens. Want wij moeten er altijd bij praten. Oh, ik heb trouwens ook mijn GoPro bij, hè. Ja? Maar zie maar, ik leer van mijn fouten. Ik ga een timelapse maken zo meteen. Ja. Oké. Okay. Wat de hel? Waar zijn we beland, Kevin? Van een waterval zo. Echt een waterval, man. Holy hell. Wow, wat de hel? Dit is echt niet normaal op de regen. We zijn nu een uurtje aan het rijden. We zijn op de helft van waar we heen gaan. En nu ineens stort alle regen die je maar kan voorspellen, stort er nu uit. Letterlijk, kijk dan. Wat de hel. Waar is het goede weer hierheen? Het wordt steeds erger, man. Het wordt echt steeds erger, man. Wat de fuck? Je ziet gewoon niet eens wat. Nee. Kijk dan, jongens, kijk dan. We zijn er bijna, jongens. Na 2 uur reis, ik voel mijn billen niet meer. Ik moet even uitstappen of zo, jongens. Ah, jij! Ben je ook geen honger? Nee, valt mee, man. Nee? Nee, ik zit helemaal te knorren gewoon. Weet je wel, dat je gewoon watertand naar iets lekkers, dat ik denk van, ik wil dat nu hebben. Wat de fuck gebeurt hier? Wat de fuck gebeurt hier? Het regent zo hard. Bro, hoe kan het zo fucking hard regenen ineens? En nu stopt het ook, gewoon nu als ik in het film ben. Ja, dan wordt het opeens minder, hè? Ja, vandaag gaan we dus naar het nichtje van Kevin. Zeker weten, we zijn er. Vloggen Alwin is weer ergens in Nederland beland. Ik weet niet waar ik ben in Zaandam. Waar ben ik in Zaandam? Weet ik niet. Letterlijk, dat weet ik niet. Nee, ik weet het wel, maar dat ga ik nog niet zeggen. Kevin komt aangereden. Daar komt Kevin aan. En ik ga deze GoPro er even op zetten. Ik was dus mijn GoPro vergeten. En nu heb ik dus een goed lesje geleerd om die GoPro er wel op te zetten. Dus ik loop nu terug naar de auto. Die gaan we erop zetten. Dan gaan we wat eten. Want ik heb vanmorgen alleen maar gegeten, jongens. Besef even. Besef. Alleen maar vanmorgen. Kevin. Ben jij ook hier? Zeg? Ben jij ook hier? Ja, ik ben ook hier, man. Dat is echt vet toevallig, man. Wat doe jij hier? Ja, ik vang hetzelfde als jou. Nou, dat is wel toevallig. Dat is heel toevallig, man. Ik zie jou hier gewoon eens in een autootje staan. Net alsof ik met jou meegereden ben. Ik snap het helemaal niet meer. Nou, zo gaat het als jongens. Als je timers wil maken, dan moet je het zo doen. Ja. Zo gaat het, jongens. Ready to go! Oh yeah, fuck yeah! Handjes in de mouw! Hoi! Deze kamer moet ook natuurlijk mee. Ik was bijna vergeten. Dag meneer, hallo meneer. Hij kijkt niet zo happy. Ah, hij zei wel hallo. Daar is de GoPro. Ik heb het gezicht af te lezen dat hij antwoord ging geven. Nee, maar de mensen zijn hier wel aardig. Ja, dat is zo. Eén iemand is aardig, ja. Nou, we gaan wat eten nogmaals, jongens. Ik zei het al net in de vlog. Ik heb nog niet gegeten en dat betekent dus dat ik nu moet gaan eten. GoPro, je hebt het goed uitgehouden voor vandaag.
Ja, hij zit er goed zo. Ja, dat is altijd zo, joh. Als je een GoPro hebt, jongens, als jij dat ergens installeert en je ziet hem gewoon ergens gewoon vallen op straat en je denkt van, oh shit, mijn GoPro gaat weg. Ja, dan ben je verder van huis. Is het nu tijd om te introduceren, denk je, of nog niet? Ja. Ja, oké. Nou jongens, ik ga met deze nog iemand introduceren in de vlog. Jullie hebben Kevin al gezien, maar met deze heb ik... Met deze, ik ga niet meer veel lullen. Camille, kom. Ik zeg altijd Camille, man. Dit is echt niet meer leuk. Camille. Je moet een naam wel goed zeggen. Camille. Met deze Camille. Sam! Hoi! Stel je even, nee, stel je voor, je loopt weg! Ja, wat moet ik zeggen? Ja, wie jij bent. Nou, ik ben Camille. En wat doe je? Lopen. Nee, maar... Oh. Zeg even de band die je met Kevin hebt. Ik ben Kevins nichtje. Oké, kijk. Goed zo, daar was ik op wachten, jongens. Dus nou, vandaag is eigenlijk een leuk familieuitje. Ook al ben ik geen familie. Ik ben zo grappig vandaag. Volgens mij denken die mensen echt van, oh, dat is weer zo'n vlogger, die kunnen we helemaal niet gebruiken. Oh, hallo. Hallo. Nou, dat heb je dus, jongens, als jij hier voor de eerste keer komt en je ziet dit soort dingen, dan denk je gewoon echt van, waar ben ik beland letterlijk? Ja, dit is dus blijkbaar typisch uit Zaandam. Letterlijk, voor mij is het gewoon net alsof ik een toeristje ben of zo. Letterlijk, als jullie die niet waren, wist ik gewoon niet waar je heen moest gaan, weet je? Dat is het leuke eigenlijk. Ik volg jou met die tentje van, we gaan nu wat lekker eten. Maar stiekem breng jij gewoon ons naar een kutplek of zo. Wat taszaakjes. Daar gaan we heen. Daar maak je me zo blij mee, dankjewel. Oh mijn god. Oh, dit is ook wel heel mooi hoor. Hallo. Nou, misschien hebben mensen misschien een bepaald oordeel over Zaandam met die tijdenvloer hier zo, hè. Maar ik, hier als eerste keer, vind dit gewoon echt wel een heel mooi plekje, hoor. Het ziet er wel live uit, van die waterval uit. Ja, kijk dan, joh. Oh, is dat een waterval? Oh, hallo! Oké. Als er één is waar ik blij van word, jongens, dan is dit. Lekker. Ja, oké. Oh, en dat ook. Ik heb het al op. En dat ook. IJs. Smakelijk eten hoor. Dankjewel. Ja, ik heb geen ijsje genomen, jongens, omdat ik heb het jullie al verteld een paar vlogs geleden dat ik op mijn dieet let, maar ja, dit is niet op je dieet letten, Kevin. En jij hebt nog niet genoeg, hè? Nee, ik ga naar Albert Heijn gewoon. Ik ben, ja, jongens, als je mij kent, ik eet veel. Oh. Gelukkig heb jij worstenbroodjes thuis. Hè? Leefde legende, hoppa. Ja. Zo, ben ik blij dat ik even hier ben. Altijd leuk als mensen me gewoon een eten helpen, man. Ik weet niet wat het is, man. Waarom eet ik zoveel? Mam! Als je niet kijkt, waarom weet ik zo veel? Zou je één ding vertellen, dit weer hier, wat hier gebeurt, vind ik niet normaal. Mevrouw, vindt u dit weer normaal? Zit ik hier aan mij gewoon? Oh mijn god. Maar nogmaals, dit weer, letterlijk jongens, we staan hier gewoon even te schuilen, maar dit vind ik niet normaal hoor, even in Nederland. Waar zijn we ofzo? In Engeland. Ik was laatst in Engeland, in Londen, toen regende het al, nu ben ik lekker zon. Ook allemaal aanslagen. Nou, we hebben even een switch gemaakt. Kevin zit achterin. Camille, Sonja, rijdt. Camille is vandaag onze taxichauffeur. Ja, inderdaad. Gaat ons naar huis brengen. Voor heel veel geld. Het is wel leuk dat je ook kan rijden. Dat is wel leuk. Wil je niet tegen die paar rijden aan jullie? Want dat betaal ik niet. Nee, dat komt goed. Oké. Okay. Ik rij wel tegen Jan weg. Kijk, hé. Hey. Houden we deze paal heel en dan... Kaartje papi! Dus, we zijn nog steeds gaande, ik leef nog steeds. Maar niet meer verlangen, want we gaan dadelijk naar een... ik heb nog niet verteld eigenlijk in de vlog. We gaan vandaag naar verlaten... Munitiefabriek. Dankjewel Kevin. Munitiefabriek? Wacht, ik leg het even... Nou, je hebt het woord. Ja, we gaan dus naar de munitiefabriek in Zaandam. Dat ligt vlak langs het kanaal. En we gaan even kijken nemen of het er nog is en of we erin kunnen komen. En denk jij dat mogelijk is? Ik hoop het. Ik hoop we gaan eerst kijken of het nog bestaat en dan gaan we erover. Als het nog bestaat, gaan we kijken of we erin kunnen komen. Ik mag Kevin, jongens, weet je waarom? Dat hij altijd met een goed plan komt. En als hij geen plan heeft, dan gaan we gewoon vol zonder plan. Nou, Camille gaat ook mee, toch? Ik heet Sonja. Sonja? Sonja. Sonja, kom eens. Ik ga gewoon inzoomen dan. Het is er. Jij gaat ook mee, hè? Ja. Albert, noem maar even. Nou, waarvoor komen die bijnamen? Ik vroeg net aan hun beiden van, geef me beiden een bijnaam. Nou, Camille gaf mij dus Albert. Camille. Welke bijnaam gaf jij mij? Oh, je hebt nog één gegeven, of wel? Edbert, volgens mij. Nee, Edwin. Edwin. Edwin en Albert. Nou jongens, met deze, mocht jij voor mij een bijnaam willen verzinnen, wat zou dat zijn? Daar ben ik eens benieuwd naar. Albert.
Dus heb je een leuk idee, laat het in de comments weten. Geen Albert of Edwin alsjeblieft. Want dan ga ik niet meer vloggen. Milo, kom eens hier. Ga borst halen. Nee, die hond komt er echt niet meer terug, of wel? Jawel. Die hond is gewoon naar buiten gelopen, volgens mij. Milo, kom eens hier. Komt kom die hond? Milo, post. Daar komt hij aan, hoor. Wat? Hoe lijf is dit? En heb jij je hond geleerd? Ja. Zo. Nou, hier moet ik wel even voorbeeld hebben. Oh. Oh, ja. Ik word ruzie. Yo, Alwin, wat doe jij op een vrijdagavond? Ja, weet je. Ik loop een beetje zo rond als we zwerven. Zoekende naar een verlaten machine. Kijk, wat is de naam, jongens? Kan iemand... Machinefabriek, inderdaad. Is de belichting goed? Nee. Maar daar zijn we dus even op zoek. En daarom volg ik ook even, dadelijk ga ik overstrak naar de andere camera. Maar we weten dus niet of dit echt wel officieel verlaten is. Dus dat zou even gaan bekijken. We hebben de auto even op een goede plek gezet. Man, shit just got real, bro. Dit is wel verlaten, denk ik. Dit wel, ja. Hij komt hier aan. Wat gaan we doen? Gewoon doorlopen, ja. Ja, gewoon doorlopen. Niet kijken. Kijken is opvallend. Het is echt een beetje kijken. Gewoon die auto's, dat is vervelend. Dat er gewoon steeds auto's aankomen. Ja, dan kunnen we wel wachten. Alleen, ja, waar gaan we dan... Ja, ik zag het ook. Nou, als je geen klimmogelijkheden hebt, weet je, zoek gewoon een leuke tak uit of een boom. Sleep die over straat mee en wie weet komt er wel wat leuks mee. Jongens, wat vinden jullie van deze groen nieuwe eik? Net gevonden, ja, een paar honderd euro, maar ja, hey, wel gefixt. Misschien als we hem gewoon... Oh, niet op de auto! Ik heb het vast, hoor. Zou het op de citroen? Wat de hel ga je doen? Zo, het lijkt net alsof het hoort zo. Plezier, ja. Laat je een boom. Je neemt een boom. Ja. Ik moet wel zeggen, jongens, dit is wel... We zijn nu onderweg naar de munitiefabriek. Het is een verlaten munitiefabriek. Daar lopen we nu heen. We doen een stukje lopen, want we hebben de auto weer natuurlijk op een strategisch plek gezet. Hè. Je kent ons. Nu is het een stukje lopen. Ik heb vandaag een leuk gezelschap achter de camera. Ik kan niet zelf filmen. Deze pepper gaan we zo meteen gebruiken. Kevin, man, het is zo laat. Ik weet niet eens meer wat ik moet zeggen tegen de vlog. Wil jij nog wat zeggen? Nee, man, ik heb niet echt. Oh, hoe laat is het, man? Ik denk 12:30. Letterlijk, het is 12:30. Wij zijn, ik denk, nou, we zijn niet de hele dag onderweg, want ik was rond de middag vertrokken of zo. Nee, ik denk wat later, hoor. Het was een super dag. Ik zeg het, je hebt echt leuke familie, man. Echt, ik meen het. Echt leuke familie. Aardige mensen allemaal. Zeker weten. Voor deze allemaal een shout-out naar jullie. Camille, Sonja, Quincy, de vader en de moeder. Respect, dankjewel dat ik mocht komen. Heel gastvrij, heel gezellig. En ik kom zeker weten nog een keer terug. Deze man. Ik heb nog wat leuks in ofzo. Hij is ook helemaal niet scherp ofzo.